Ben jij ook verlekkerd op chocolade, maar eet je graag bewust en gezond? Dan kan je het beste kiezen voor biologische, suiker- en lactosevrije chocolade. Vandaag bezoeken we een chocoladeproducent die dé biologische Belgische pionier is. Bij Montserrat wordt de chocolade hier ter plaatse gemaakt. Dus na het roosteren van de cacaobonen worden deze gemalen en vermengd met rietsuiker en vanille. En deze wordt dan geconcheerd en verfijnd om een topchocolade te maken. De natuurlijke ingrediënten die we gebruiken om onze chocolade te maken zijn de cacaobonen uit Midden-Amerika, uit Afrika. De rietsuiker komt vooral uit Zuid-Amerika en de lekkere bourbon vanille komt uit Madagaskar. Onze klanten zijn voornamelijk wat betreft de consumentenproducten in de natuurwinkels, groothandels en retail. Onze bulkproducten gaan vooral naar verwerkers van chocolade en als incorporatie en inclusie in gebak en koekjes. Wij werken zonder tussenpersonen. Dat betekent dat we in de oorsprongslanden de producenten gaan bezoeken, dus de boeren, de coöperatieven. Dan kunnen we een goede band opbouwen met die mensen en kunnen we ook de kwaliteit goed beoordelen. Vervolgens is het belangrijk dat het ons bio-eco-fair protocol gevolgd wordt. Dat betekent dus enerzijds bio, dat alles biologisch gebeurt, eco, dat alles ecologisch gebeurt en fair, dat ze een goede en mooie vergoeding krijgen voor hun grondstoffen in casu hun bonen. Dus sinds eind de jaren 90 maken we reeds chocoladeproducten met alternatieve eigenschappen, zoals biologische chocolade of suikervrije chocolade. En ook sinds 10 jaar al lactosevrije chocolades op basis van rijstmelkpoeder en kokosbloesemsuiker. Wij innoveren nog steeds en we hebben nu een zeer lekkere plant-based chocolade ontwikkeld. Hierbij is de melk vervangen door een plantaardig alternatief en zo kunnen we ook aanzienlijk de ecologische voetafdruk verlagen.